En dan is het nu hoog tijd voor een bezoek aan een van de meest besproken wielrenners ooit. In het kader van onze reeks Groeten uit Leut gaan we op bezoek bij oud-wielrenner Frank van den Broeke. Die net zijn 70ste verjaardag heeft gevierd. Zijn 70ste. Ploegsteert 2040. Het café op de markt ruikt al jaren naar de wielrennerszalf. Achter de toog vinden we immers een oude wielerglorie. Hoe lang doet u dit al, het café? Goh, alleen, hè. Oh, sinds wanneer heb ik dat van mijn moeder overgenomen? Een jaar of 40, 45 geleden, denk ik. Hij is nu sneeuwold. Oh man, peers. Wat gaan we erop zetten? Michelke, en voor u? Lekker wenten? Voor mij een porken. En doet me hoeveel, hè? Hier, Michel. Hier. Oh, dat is voor de meneer. Frank, wie zijn uw vaste klanten? Oh, Hans Ploton. Wat dan, voor u? Wat had zin? Een koffertje. Nou, een dekkertje. Dekker, ik hield het. Ik moet nou oppassen voor zijn hart. Kom, doe dat, jong. Nee, de vierde solo zit hier ook, zeg. Jezus, aantrekbaar. Is dat een keer hier is, hè? Morosé, waarom doe je dat eigenlijk voor de nog zo goed te zien? Wat, Michel, jong? We gaan nu kunnen wachten op mijn velo, hè? Ja, Nico. Zo, wel. Zal Frank, u hebt heel veel gewonnen. 5 keer het wereldkampioenschap, 7 keer de Tour de France. Maar wat is voor u de mooiste trofee uit uw carrière? De 6e Tour was mooi. Maar eigenlijk, sportpersoonlijkheid van het jaar, dat was de mooiste. En ik had gezegd dat ik het ging winnen. Ja. Frank. Je gaat een schone oude mens worden.